leuk dat je weer kijken. En vandaag ga ik het met jullie hebben over Instagram. En niet over de selfies. Nee. But first, let me take a selfie. Ik ga het vandaag met jullie hebben over mijn favoriete outfits op deze Instagram. En mijn favoriete outfits die ik zelf afgelopen tijd voorbij heb zien komen. Oké, nog een klein dingetje. Want ik zie mezelf nu zeg maar naast de camera in het schermpje. En volgens mij lijk ik naakt, zeg maar. Kijk, ik heb een heel erg leuk blouseje aan. Moet je kijken, hij is nieuw. En, oh, ik vind hem zo leuk. Kijk. Oh, dus kijk. Misschien is het een hele rare combi, zeg maar. Mijn sjaal met zo'n blouseje. Maar, want dit is een heel zomers blouseje. En de sjaal is natuurlijk, ja, heel erg winters. Maar ik vond mijn sjaal super goed netje met mijn lipstick. Zonder sjaal vond ik het ook weer te bloot. Dus ik dacht van, er moet iets bij. Maar kijk, hij is heel mooi. Ik vind dit zo mooi. En dan heeft hij echt kant. En ja, ik heb nog een skaterskort aan. Oké, nou, ja. Daar gaat de video nu niet om. Het is geen Outfits of the Day video. Ik was straks nog wel outfits willen schieten. Gewoon, ja. Maar, oké, ik dwaal helemaal af. We zullen het hebben over Instagram. Ik laat wat outfits zien die ik voorbij heb zien komen op Instagram. Die ik zelf heel erg leuk vond. En stel, als jij volgende keer een video wil met jouw outfit. Ja, weet je, aan het eind van de video vertel ik wel precies hoe jij ervoor kan zorgen dat jij volgende keer in de video komt. Nou ja, als allereerst begin ik met deze outfit van Sammy. En ik vind Sammy zo leuk. Sammy van Beauty Crush, echt. Oh, I love her. Ze is echt, ja, ze heeft een heel leuke stijl. Sowieso vind ik er echt een heel erg mooi meisje. Door krullen vind ik zo mooi. En deze outfit vind ik ook echt ontzettend gaaf. Want ja, hij is best wel chic. En nou, niet heel chic, maar toch wel een beetje casual chic-achtig. En die jas, oh, het staat er gewoon heel erg leuk. De volgende die ik heel erg leuk vind om gewoon op Instagram te volgen is Kenza. En Kenza, als ik haar zie, dan denk ik soms echt van, hoe kan je zo perfect zijn? En dan is ze zo mooi. Zij is echt prachtig. Kenza is een Zweedse blogger. En ja, ik volg haar gewoon best wel lange tijd nu. En ik vind haar ontzettend leuk. En haar kledingstijl is ook echt perfect. Het rokje die je op deze foto ziet, komt ook van haar eigen collectie. Ze heeft haar eigen kledingmerk. Eve Revel heet het. En ja, het is eigenlijk ook een heel erg leuk kledingmerk. En die jas ook heel mooi. En die schoenen, kijk, als je die schoen normaal in de winkel ziet, zou je echt denken van, oh, okay. Maar als je dan zo ziet, is het eigenlijk best wel leuk. De derde outfit is van Kylie Jenner. En Kylie Jenner kennen we allemaal wel. Ze is een celebrity. En deze foto, ja, hij is zwart-wit. En ik denk dat het er ook een beetje voor zorgt dat de outfit net iets toffer lijkt. Ja, ik vind het heel erg mooi. Het staat er echt heel goed, de jas ook. Want, ja, weet je, ik ben 1,58 meter. Als ik die jas zou dragen, lijkt ik echt, Maar bij haar, het ziet er echt heel mooi uit. De vierde outfit is van Manon, van Today's Beauty. En Manon kennen jullie allemaal wel, want Manon maakt ook filmpjes voor Femme. En Manon weet nog niet of ik haar, zeg maar, in deze video heb. Dus Manon, als je dit ziet, ja, ik vind je outfit gewoon heel erg leuk. En ik wil hem ook in mijn video laten zien. Dus, hier is je outfit. Het is gewoon echt een hele simpele outfit. Alledaags. Echt gewoon toegankelijk voor iedereen, zeg maar. Want iedereen kan het wel aan. En ik vind hem ook echt heel erg leuk. Ik vind de ketting ook heel mooi. Ja, maar dan, ik vind je outfit is gewoon heel erg leuk. Oké, deze outfit is van Betty. Van Le Blog de Betty. En Betty is een Franse blogger. Betty is ook iemand die heel erg leuk is om te volgen op Instagram. Ze maakt hele leuke foto's. En ook heel vaak van die foodfoto's waarvan je dan denkt van, oh, ik krijg hier echt trek van. Echt van die hele lekkere wafels. Echt perfect op de foto. Ik dacht van, ja. Maar oké. De outfit is ook heel erg leuk. En ze maakt ook heel foto's van dat ze in het buitenland is. En ja, ze reist heel erg veel. En dan zie je bijvoorbeeld hier Hollywood op de achtergrond. Dat vind ik ook heel erg leuk in deze outfit. Ja, weet je, voor Amerika is het misschien wel warm genoeg om dit te dragen. Nederland helaas nog niet. Vind ik heel erg leuk. En die schoenen vind ik ook heel erg leuk. En ja, ik zou het zelf denk ik ook wel dragen. En als laatste Vanessa Hudgens. Dit is misschien niet een hele draagbare outfit voor alledaags. Maar ik vond hem zo gaaf dat ik dacht van, die moet ik met jullie delen. En dit is een outfit van Coachella. En Coachella is een wereldwijd bekend festival. Daar gaan heel veel celebrities naartoe. En ja, ik vind het heel vet. Want dat ding dat ze op haar hoofd heeft, oh, staat er echt heel goed. En ja, voor een festival is dit echt gewoon geweldig. Dus stel je hebt een festival, kijk eens naar Vanessa's outfits en inspiratie. Want zij heeft echt hele toffe inspiratiefoto's voor festival outfits. Nee, wacht, die zin klopt niet. Zij heeft heel veel leuke outfits voor festival. Nee, ik doe het anders. Want Vanessa heeft gewoon heel veel leuke outfits die goed zijn voor het festival. Ja, die zin klopt wel. Oké.
Nou ja, dit waren dus mijn favoriete outfits van de afgelopen tijd. Daarnaast zijn het ook echt mensen die echt leuk zijn om te volgen op Instagram. En ik heb zelf heel vaak zoiets van denken van, oké, ik wil leuke mensen volgen op Instagram. Maar die zijn heel leuk om te volgen. Dus ik denk van, deze mensen deel ik met jullie. Want ja, ik vind ze zelf gewoon heel erg leuk. Ik wil nog even vertellen hoe jullie volgende keer in de video kunnen. En dat is heel erg simpel. Deze keer had ik allemaal foto's van celebrities en bloggers en vloggers. Volgende keer wil ik ook een paar van jullie tussen hebben. En hoe doe je dat? Je kan jouw Outfit of the Day post op Instagram met de hashtag FemOOTD. En OOTD staat voor Outfit of the Day. En dan ga ik gewoon naar alle outfits van jullie kijken. En dan kies ik een paar leuke uit en laat ik het in de video zien. En ja. Je kan trouwens mij en alle andere meiden van Fem ook vinden op Instagram. Link hier beneden. En bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei! Allemaal, welkom op Fem. Ik ga je vandaag laten zien hoe je er fris, wakker en verzorgd uit kan zien met make-up. Nou, dan kun je denken...